Hey, hallo daar, mijn naam is Mark en je kijkt naar de week van 538 op ons nieuwe YouTube kanaal 538 Gemist. Onze nieuwsbabe Celine Huismans vertelde tijdens de Frank en Vrijdag show het nieuws. Tenminste, als ze niet op de verkeerde knopjes drukt. En na de 2 minuten stilte zijn er dan toespraken en leggen kinderen uit Friesland en Amsterdam bloemen neer. Oh, wat gebeurt er nou? Celine? Hoor je mij nog? Ja, ik hoor je nog. Hoor je mij ook of niet? Ja, ik hoor je nog wel, maar wat gebeurt er? Nou, er zijn technische problemen hier. Dat, sowieso, ik wist het niet dat, ook dat ze bij jou aan de dat hand jij ook technische problemen hebt? Denk het wel, ja. Ja. Maar doe jij het zelf of geef je de techniek de schuld? Want dat is een beetje een vrouwentrekje natuurlijk. Oh, ik geef natuurlijk iedereen de schuld. Nee. Maar wat raar, joh. Wat gebeurt er? Wacht, mag ik eens op een knopje drukken? Ja, doe eens. Wauw. Mag ik ook eens op een knopje drukken? Ja. Wacht even, maar volgens mij doet hij het wel. Als ik deze... Ja, nou gaat hij weer verder. Okay. Wat raar dat hij er ineens uitvalt, joh. Ja, vind ik heel raar. Weet je, als je het gaat zeggen, dan heeft bijna niemand het in de gaten. Maar ik maak hem even af, goed? Ja, maak hem even af. Lekker dit. En dan is het nu tijd geworden om in de week van 538 even de socials te checken van mijn gewaardeerde 538-collega's. Om jou een blik voor en achter de schermen te geven. Ready? Gaan we. Een paar maanden geleden is onze Ivo de trotse papa geworden van zijn prachtige dochter. En als trotse vader die is, plaatst hij deze foto op zijn Instagram vanaf zonnig Ibiza. Oh, wat zoet. Vorige week speelden team Koen en Sander tegen FC Kensington in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Lekker potje, 8-2 voor team Koen en Sander geworden. En Koen die is helemaal van de drones en die is daar met zijn drone opgestegen in de arena. Prachtige videobeelden, check je op zijn Instagram. Dat is instagram.com/koenswijnenberg. En dan rapper Donny, die was vorige week vrijdag te gast bij de Frank en Vrijdag show en trad op met zijn nummer Snelle Planga. En Etten Noorlander liet zien dat hij ook van de Snelle Planga's is. Edwin Evers is onlangs gekroond tot ridder van Oranje-Nassau. Maar hij is niet de enige, heeft hij gemerkt. Weet je wat ik heel erg gemerkt heb de laatste tijd? Dat is fantastisch. Ik word natuurlijk, je wordt door allerlei mensen natuurlijk gefeliciteerd. Ja, je bent ridder. Allemaal super leuk. Super leuk toch? Maar vooral de mensen die zelf ook ridder zijn. Je krijgt allemaal... Oh ja. Welkom bij de club. Nou moet ik zo verschrikkelijk om lachen, denk ik. Ja. Mensen toch niet na kunnen laten om toch even te zeggen... Ja, maar ik ben zelf ook ridder. Oh. Wat natuurlijk supergoed is en leuk is, maar het is wel heel grappig. Mooi. Welkom bij de club, heb ik vaak gehoord. Zal ik maar de ridders zijn? Ja. Wat voor ridders? Ja, nee. Ja. Welkom bij de club. No. Dan tijd voor trending, oftewel de meest besproken berichten van de afgelopen week. Dionne Slachter, YouTubester, die heeft onlangs een 538-lintje gekregen omdat ze koningin is in het viral gaan. En ze heeft het derde seizoen van It Takes Two gewonnen. Nou, en viral is ze nu ook weer aan het gaan, want ze heeft deze week samen met Direct het nummer Loving Kind uitgebracht. Dionne zegt zelf, om met deze jongens te mogen werken, is als een droom die uitkomt. Nou, hopen dat het een vette hit gaat worden. Dan, ja, die roddels ging al een tijdje, maar het blijkt nu Insta-official te zijn. Hoppatee, Shawn Mendes en model Hailey Baldwin zijn een setje. Ze verschenen samen op de rode loper van het jaarlijkse mode-evenement, het Met Gala. Een echte relationship goal. Ja, helaas voor de dames hier in Nederland. Maar goed, wie weet je zijn hart weer te veroveren als hij binnenkort oog in oog met je staat. Want hij komt naar Nederland. Volgend jaar, 7 maart, Ziggo Dome, Amsterdam. De kaartverkoop start 18 mei. Maar de komende dagen win je je kaarten bij Radio 538. Check voor meer info op onze site 538.nl. En dan, Team Evers gaat het weer doen. Ze trekken op zondag 1 juli aanstaande de hardloopschoenen weer aan voor het goede doel Spieren voor Spieren. Deze stichting zet zich in voor kinderen met een spierziekte. De stichting wil ervoor zorgen dat er een medicijn of een behandeling is voor deze kinderen. Of dat er bijvoorbeeld speciaal vervoer wordt geregeld op bepaalde momenten. Een prachtig initiatief dus. Sponsorlopen gaat plaatsvinden in Amsterdam in het Science Park. Op die zondag 1 juli tussen 1 en 3 kun je alles live volgen op 538. Maar natuurlijk hebben we veel liever dat je meedoet. Je kunt jezelf opgeven op onze site 538.nl. Komt-ie aan, de top 3 van deze week. Wat hebben we deze week weer uitgekozen? Nou, we hebben in een Even staat op enquête het gehad over de gekste plekken waar onze 538-luisteraars seks hebben gehad. De meest pikante 3 op een rij. Nick. Ja, die had wel van een risicootje. Hallo Nick. Hoi, goedemorgen. En? Ik heb het een keer op Binnenhof in Den Haag gedaan. Nee, op Binnenhof in Den Haag? Ja. Waar dan? Ja, in een tunneltje. Is dat tunneltje? Ja. Dat was wel heel gek. Maar gelukkig wel een avond dat ik niet heel ver van weet.
Want we waren vol stop geweest en toen hebben we een dame opgepikt in de kroeg en toen een tunneltje in. Maar daar hebben we toch overal camera's daar nou, ook? Toen, ja. Hoe lang is dit geleden? Ik heb mooie beelden gemaakt. Ja, je jarige kom van jou. Ja, ja, precies ja. Maar hoe lang is dit geleden? Gisteravond. Sorry. Hoe lang is dit geleden? Dat is denk ik al een jaar of vijf geleden. Oh, vijf. Oh, oké, okay, ja, okay, heel goed. Dankjewel. Die is voor Bob. En we hopen dat Bob een goed pet heeft uitgekozen. Hallo Bob. Hey, nou, ik heb het een keer inderdaad gedaan in de IKEA in Amersfoort. Je dacht al zo lang lopen, ik ga even liggen. Maar vertel even, hoe ging dat dan? Nou ja, het was 9:15 of zo en ja, het is alweer een jaar of 6. S'avonds of 's ochtends? Dus en, we lopen daar door die kabinetjes allemaal heen, die kamers, die opgezette kamertjes. En er was ook ergens een doucheruimte. Ja, toen in één keer toen, dachten we van, nou, waarom niet? 8:15, wel heel spannend hoor. S'avonds 8:15? Tijd, ja. Ja, want om 9:00 ging die dicht. Dus en dan net voor sluitingstijd, we liepen dan even doorheen en denk, nou ja, huppatee. Nou, dat was wel even, was een heel apart ervaring. Ja, ja. En hoor je mensen nog, achter een wandje hoor je nog mensen lopen bij wijze van spreken. Ja, dan moet je even inhouden, maar het is wel heel apart. Ja, en deze, die spant wel de kroon. Alleen moet je geen hoogtevrees hebben. Ooit ben ik op vakantie geweest. En toen ben ik met een meisje naar het dak van het hotel gegaan. Ja. En daar hebben wij een leuke tijd gehad. Een minuutje of 20. En toen we klaar waren, toen zagen we dat er een hotel aan de overkant stond die hoger was dan die van ons. En dat stond te klappen met de jeugd. Nee. Hey, dat was hem alweer. De week van 538. Ontzettend leuk dat je hebt gekeken. Meer items terugzien, dan kun je abonneren op dit 538 gemist YouTube kanaal. En laat in de comments dan weten welk fragment jouw favoriet is. Heel graag zie ik je volgende keer weer. Oh, en dit wil je niet missen. Na een brand in een restaurant. Oh, dan gaat er iets mis bij Henk, heb ik het idee. Het is iedere keer 9:00. Ja, hij hoort ons wel. Hij hoort ons wel, Henk hoort ons wel natuurlijk. Als Henk nou even het nieuwsbericht voor de camera houdt. Oh ja, dat is leuk. Zou hij misschien in gebarentaal... Henk, doe nu de laptop voor de camera. Kan je het Maar kan je het dan uitbeelden, Henk? Ja, doe even... Ja, oké. Marco Kroon. Ja, klinkt als... Ja, ja. Gebogen. Ja, gelogen. Ja, gebologen. Ja, ja. Henk lult uit zijn nek. Ja, oké. Benzineprijs. Hij is er weer, volgens mij. Hij is er weer. Henk, je bent er weer. Oh. Nou, dat is ook wat.